Na een abrupte beëindiging van haar programma bij RTL4, lijkt het erop dat Natasha Froger haar plekje op televisie heeft teruggevonden bij SBS6. Naar verluidt werd ze door RTL4 vervangen door een veel jongere presentatrice, wat volgens critici leeftijdsdiscriminatie impliceert. Gelukkig heeft SBS6 de geliefde tv-persoonlijkheid snel opgepikt en aangekondigd dat ze aan de slag gaat met een vernieuwde versie van het bekende programma Bonje met de Buren. Haar echtgenoot, René Froger, heeft zijn ongenoegen geuit over de manier waarop RTL4 met Natasha is omgegaan. Hij benadrukte dat zijn vrouw op een onzorgvuldige wijze werd behandeld door het netwerk, dat geleid wordt door Peter van der Voorst. De kritiek op leeftijdsdiscriminatie lijkt nu nog meer gewicht te krijgen nu ze bij SBS6 aan de slag gaat. Het programma Bonje met de Buren, waarin Natasha Froger en Dennis van der Geest wanhopige buren helpen om hun conflicten bij te leggen, maakt zijn terugkeer bekend via een oproep voor kandidaten. Hiermee slaat SBS6 een goede slag en geeft het Dennis van der Geest een nieuwe kans na eerdere minder succesvolle programma's. TV-kenner Tina Nijkamp noemt het nieuws opvallend, omdat Natasha terugkeert naar de zender die ze ooit zelf verliet voor kansen bij RTL4. Tina merkt ook op dat Dennis nu een kans krijgt om te schitteren met Natasha aan zijn zijde. Zowel Natasha als Dennis hebben al ervaring met het programma Bonje met de Buren. Natasha presenteerde de eerste 4 seizoenen samen met John Williams op RTL4 tussen 2010 en 2012. Daarna verhuisde het format naar SBS6, waar Jochem van Gelder en Patty Bart het 3 seizoenen presenteerden. Het meest recente seizoen in 2018 werd al gepresenteerd door Dennis, destijds samen met Leontine Ruiters.